De particuliere lijnbusorganisatie PLO is in actie. De organisatie wil dat de regering gelijk overgaat tot de uitbetaling van de achterstallige subsidiegelden. Enkele bushouders geven in gesprek met onze redactie aan dat het geroep vanuit de bussector al een tijdje gaande is. Volgens bushouder Andries Daniel kan het niet zo door blijven gaan voor de eigenaren en chauffeurs. Het is al maanden. Het is over en over. We moeten naar een tariefverhoging. En we willen niemand duperen, want we willen werken. Dit is ons werk. We willen niemand duperen, want daarop lijkt het, maar dat is het niet. We willen niemand duperen. Hiervan leven we. Wie wil niet werken? Meneer Ganes, tegen de tijd dat we 1,85 reden, op een koers van 2,8, was het $0,66. Reden we bij de 10 jaren terug. En zet die $0,66 om nu in een koers van 35. Zegt u mij wat het nu is. Dus we zijn duidelijk achteruit gegaan. We zijn duidelijk en we kunnen het staven. We zijn duidelijk achteruit gegaan. Maar denken jullie aan de samenleving? Helemaal. Helemaal. Maar, u stelt me dat. Maar denkt de regering aan ons. We worden niet gesubsidieerd. We krijgen een dieselcompensatie. Minister Albert Jubidana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat het bestuur van de PLO vandaag is ontvangen op het ministerie. De subsidie wordt overgemaakt, zegt Jubidana. Alleen kan de exacte datum niet worden aangegeven. De bewindsman zegt onaangenaam verrast te zijn door de gisteren aangekondigde acties. Dat ze dus in actie gaan en dat ze één eisen, dat ze vandaag worden uitbetaald. U begreep, mevrouw Goudland, dat ik met alle goede wil en ook zaken die lopende zijn, heel graag zou willen. Maar ik ben niet de portemonnee van de overheid, maar ook we hebben goede afspraken met minister van Financiën. En als je terugkomt op je woord vanwege de leden, de druk die de leden hebben opgevoerd, dat begrijp ik ook. Zeker vanuit het ministerie. We dealen niet nu met PLO. Vanaf mijn aantreden is dit een issue geweest, achterstallige betalingen. Maar als we afspraak hebben, dan kan je niet terugkomen op je besluit. En eisen van vandaag moeten we geld zien op onze rekening. Nou, dus op basis daarvan heb ik dus ook de directieven gegeven aan de directeur dat ik voorlopig zaken monitor op de achtergrond. Maar ik ga niet onderhandelen met een mes op mijn keel. Dat ga ik niet doen. We hebben concrete afspraken, duidelijke afspraken. En als de leden van de PLO daarmee niet eens zijn, dat kan ik begrijpen. Nogmaals, ik begreep dat. Minister Jubidana roept de PLO op de acties op te heffen en de verdere instructies omtrent de overmaking af te wachten. Het ministerie van TCT is afhankelijk van het ministerie van Financiën en Planning en de administratieve procedures moeten worden afgewacht, besluit minister Jubidana.